mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe GTA Online video hier op mijn kanaal Ras Gaming. Vandaag zijn er weer nieuwe voertuigen uitgekomen en die voertuigen gaan we natuurlijk uitchecken. Maar het is niet zomaar een auto, het is niet zomaar een vliegtuig, het is niet zomaar een boot, maar het is een mega grote vrachtwagen. En Ryan, ja, die is er vandaag ook bij. Dus we gaan hem kopen, we gaan hem pimpen. Als je het leuk vindt, ram natuurlijk zo'n kaart op. Lijkt het op, zou ik super, super dope vinden. Het kost weer een rete veel geld, kan ik je zeggen. Dus we gaan naar internet, travel en transport. En dan hier bij Warstock staat de nieuwe Terrorbyte vrachtwagen. Als je deze vrachtwagen wil vergelijken, lijkt hij een beetje op het Mobile Operations Center. Die we natuurlijk al een paar maanden geleden hebben gezien. Die hele, hele grote vrachtwagen. Alleen deze is iets compacter. En je hebt deze vrachtwagen ook nodig om bijvoorbeeld de Oppressor Mark II te kunnen pimpen. Dus we gaan het gewoon zien. Ja, als je me niet wil aanrijden, Ryan, zou ik het zeer op prijs stellen. Anders moet ik opnieuw beginnen. Wat voor interieurkleur wil je hebben, Ryan? Rood. Rood staat er niet tussen. Ja, daar gaan mijn kleur al. Oké, ik ga wel voor mijn kleurtje, ja dan. Oké, goed zo, jij snapt het. We kunnen ook een interieur vormpje doen. Oh, dat is het behang. Ja, wil je schedels op het behang hebben? Wat is het andere? Of is er maar één? Andere is echt tijgerprint of schaakbordprint of... Of je kan een voortal vleermuizen of vlinders kan je erop doen. Ik vind de skulls eigenlijk wel het mooiste, als ik eerlijk ben. Skulls? Ja, die schedels. Ik vind die safari ook wel leuk, die erboven. Safari? De giraffe-hide. Oké, dan doen we die wel. Ik ga met jou mee. Hij kost, by the way, echt rete veel, want ik zit nu op een bedrag van 1,5 miljoen. En we zijn hem nog rustig aan het pimpen. Oh my god, die turret station! Ja, jongen. Zo, die is al heel erg hard. Ja, die zetten we sowieso op, hè. Rockets, joh. Of, nee, 12. 300.000 kost het, hè? Een drone station? Nou, die willen we sowieso, want je kan nu namelijk drones gaan besturen met een stun gun erop en een self-destruct bom, denk ik. Ja, dus dat was natuurlijk super dope. Het kost ook 815.000. Nou, weapon workshop gooien we dan ook gewoon op. Dat kost nog eens extra 245.000. En een specialized workshop gooien we er ook op. En dat kost nog eens 500.000, wat inhoudt dat vrachtwagen... $3.4 miljoen kost. Nou, dat is een mooi bedraggetje. Ik ga hem gewoon kopen, man. Hoppatee. 3,4 miljoen eraf. Thank you voor je aankoop. Hé, geen probleem, jongen. Er is geen papieren ondertekend. Er zijn ook geen transacties opgenomen. Dus alles is... hoe wil je dat noemen? Onder het boekje. Niemand die weet dat we dit hebben gekocht. Ja, dat is wel te mag ook volgens mij helemaal niet gewoon. Wat ben je hier allemaal aan het doen, joh? Ja, helemaal niks. Je bent mijn hele auto kapot aan het maken. Helemaal niet. Jongen, mooie nummer 14. Zo'n mooi autootje. We moeten waarschijnlijk die vrachtwagen gewoon gaan bellen. Dan moet ik heel even kijken waar dat kan. Oh, hier, Terrorbyte servers. Request Terrorbyte. Ik heb hem aangevraagd. Dan moet hij nu ergens bij ons in de buurt moet hij komen te staan. En dan wordt de vraag waar. Oh, hij is ergens geparkeerd. Waar staat hij? Ja, wacht, dat weet ik dus niet. Ik ga even op de map kijken. Hij is ergens neergezet. Oh, hier. Zie jij hem al? Ja, ik zie hem, volg me. Oh, ik volg jou wel. Ik zie hem nu, joh. Oh, wacht, ik zie hem nu, hij is oranje. Oh. Hij is oranje op de kaart, ik zat naar een wit icoontje te zoeken. Ja, ik zie hem ook. Ik ben benieuwd, man. Mip, mip. Zo. Oh, hij staat hier gewoon. Armored, joh. Oh, het is wel een mooi bakkie, hoor, eerlijk. Ja, we kunnen ook sowieso naar binnen. Zullen we eerst even binnen kijken? Ja, ja, even naar binnen. Kunnen bij de zijkant kunnen we hier naar binnen. Hop. Gaan we precies zo'n camp, zo'n kampeerding. Ja, het is zo'n vrachtwagen die is omgevallen, een camper. Ziet het er vet uit? Ja. Wow, yo. Digitaal, jongen. Zo. Dit ziet er wel hard uit, jongen. Computers aan de muur. Je? Ik zie je niet. Ik ben aan de binnenkant een rondleiding aan het krijgen. Oh. Oh, je hebt zelfs een klerenkastje om jezelf om te kleden. Het is wel high-tech, weet je. Ja, joh. Dikke flashscreen daar ook.
Hey Ryan! Hey! Wat ben je aan het doen, joh? Ja, ik ben aan het vliegen tegen boven. Laat, mag ik eens? Kan je hier de drone gewoon mee besturen? Ja, ja, je mag de drone. Ik ga beter op straat staan. Je moet me... Oh, ja. Is goed. Gaat die opstaan? Oh, waarschijnlijk heeft hij een cooldown. Wacht, we zullen eens even kijken. Nee, ik kan gewoon zitten, hop. Dus hier kan je sowieso die drone besturen. Dat is wel heel vet. Oh ja, ik kan hem gebruiken in 40 seconden. Dan ga ik eerst even rondkijken. Oké. Wat we nog meer allemaal hebben. Waarom is de grond, de vloer geel geworden? Dat heb ik helemaal niet gekocht. Wat is dit dan hier? Want hier staat nog een computer. Is dit dan ook een drone of niet? Of is dit die... oh, dit is die turret! Is die turret. Ga jij eens buiten staan? Ga jij eens buiten staan? Oké. Ja, ik ga me sowieso opblazen. Ik ben benieuwd, jongen. Nee. Ik ga je niet opblazen. Oei. Okay, dit ding is hard, jongen. Wacht, je moet even... Oké, loop eens... Ik kan niet naar beneden aimen. Hier, wacht, ik schiet wel even, ja? Oh, wow. Ik kan niet naar beneden aimen, omdat hij natuurlijk bovenop het dak staat. Kan je niet even ergens bovenop gaan staan of zo? Wacht, ik reed hem even verder. Oh, dat mag ook. Gaan we een stukje rijden. Dat is natuurlijk echt voor luchtdoelwitten, dit. Ik kan mensen scannen hier. Nu kan ik helemaal niks raken als je bergje opgaat. Je moet even omdraaien zo. Als je op die helling staat. Nee, op die helling voor je, rechts. Wat, hier kan het wel. Oh ja, als je nou... Ja. En nog iets verder? Oh, daar staat... Oh, dit is een klein, te klein hellingje. Wacht, hier. Nee, wacht, ik kan ze wel raken, wacht. Gaan ze ietsje naar achter? Ja, nog ietsje naar achter. Hoe je net stond. Net stond je perfect. Oh ja, zo wacht. Ja, zo, stop. Als er nu een auto aankomt, jongen, dan gaat hij hem krijgen. Wacht maar. Er moet wel een auto aankomen. Oh, wacht, daar raad je daarheen. Ik doe mijn best, ja? Ja. Oh, dat ding komt... Oh, dat ding schiet snel, joh! Holy knettergek. Dat ding is wel echt knijterhard. Moet je kijken dan, joh. Ja, je kan natuurlijk wel alleen eigenlijk de lucht inschieten. Dus wat we nu doen... Alleen voor de hoort er niet echt bij. Maar we moesten hem even uittesten. Hij gaat er eens voor staan. Ga er eens voor staan. Dat ding gaat sowieso ontploffen. Zo, Dave, laten we die hele truck ophouden. Wacht, waar ben je nou? Ah, hier. Oh, wacht. Waarin naar keek? Nee, je moet op het dak gaan staan. Ja, heb je wel Oké, ik ga eruit, man. Ik ben er klaar mee. Ik ben er weer uit. Ik ga wel even de drone besturen, ja? Ja. Ja, die politie die zoekt het maar lekker uit. We hebben nu politie achter ons aan. Dat is ook wel een beetje logisch natuurlijk weer, maar... Oh, jij niet. Ja, ik wel. Ik zit achter een dikke missel te vuren, man. Oké, fly a drone. Ik ben benieuwd, man. Dit hebben we nog nooit gezien. Wow. Waar is dat ding? Wow. Dit ding werkt raar, jongen. Ja, waar ben je met je drone? Hier, voor je. Voor me. Hier. Naast je. Rechts. Huh? Rechts. Kan je zien? Je moet er niet stil blijven staan. Oh, dat ding is heel klein, joh. Ja, hoi. Hoi. Wat rijdt rechts op politie? Je moet eens R3 doen. Oh, dan kan je boosten. Wow, kijk maar gaan. Ik wil stoppen. Wacht, staat er rechts politie? Ja, ze zetten te schieten. Oh, hier, wacht. Wacht, let op. Ik ga hem shocken houden. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, dat was niet de rake shock. Kan ik hem nog een keer shocken? Oh, ik moet heel veel wachten, dan kan ik hem shocken. Oké. Zitten die politie nou op elkaar te schieten? Nee, die politie zit op jou te schieten. Oh, op mijn drone. Oh, oeps. Nee, op jouw poppetje. Dat shock, het werkt echt zo verrot dit, jongen. Wow. Ja, gelukkig is dat ding sterk genoeg. Au. Ik wil er even één proberen te shocken, anders detoneer ik hem zo gewoon. Oh, dat shocken, dat heeft ook geen nut gewoon, ouwe. Ik shock een politieagent en hij blijft gewoon staan. Oh, wacht, ze hebben het op mij gemunt. We laten hem ontploffen. Jongens, zijn jullie er klaar voor? De politie schiet een apacari. Boom! Zo. Ik heb de drone laten ontploffen. Je hebt eigenlijk niks aan die drone. Dat kost je wel 800.000, maar... Helemaal geen reet aan, jongen. Oké, nou, we hebben het wel uitgetest. Voor de rest kan je hier nog je wapen zo te zien aanpassen. De wapenworkshop. Er zijn natuurlijk Mark II wapens. Nou ja, dat hebben wij wel al een beetje gepimpt, zoals je kan zien. Dus dat hoeft sowieso niet meer.
Maar je kan er natuurlijk wel allemaal camo's en weet ik wat opzetten. Is wel dope, maar dat kon ook in de vorige. Je kan andere kleren aandoen. Even kijken. Ja, en je hebt sowieso missies die we kunnen gaan starten. En daar kunnen we misschien wel even naar kijken, man. Oh, missies. Dan ga ik eventjes naar de grote touchscreen. Dat is echt de grootste touchscreen die ik ooit in mijn leven heb gezien. Maar dat maakt niet uit. Het is gewoon een tv, joh, dat ding. We hebben hier 6 verschillende jobs staan, Ryan. Jobs? Ja, maar we kunnen er wel maar 1 tegelijkertijd doen. Dus, ja, ik kan hem gewoon starten en dan zien we het vanzelf wel. Ja? Even maar. Kijken. Je kan een job selecteren. Oh, dit is vet, joh. Je hebt heel veel verschillende jobs zo te zien. Oh, ja. Dat is wel vet. Oké, wat wij kunnen doen. Is we kunnen hoe noem je dat? Een bank binnenvallen en het goud stelen. Oh, robber. Dus dat is wel vet. Maar ik weet niet of we dat met drones doen of gewoon in zeg maar onszelf, weet je wel. Ja. We kunnen verschillende voertuigen hacken. Ja, we kunnen heel veel verschillende dingen doen. Zullen we gewoon bij de eerste starten en kijken wat het is? We beginnen bij het begin. Precies. Oké. Confirm. Ja, ik ben al aan het trainen, ik weet niet naar waar ik heen. Steal the gold. Oh, ik heb er ook gewoon 30 minuten voor. Zit jij er nu ook bij of niet? Ja, ik moet wachten. Oké. Dat je de locatie hebt. Ja, ik ben nu door de camera's aan het checken. En dan moeten we de bank zoeken die geropt wordt. Maar de vraag is... Welke bank? En welke camera? Ja, ik weet dus wel we gaan het niet zijn. In persoon doen, maar we gaan het dus via allemaal camera's en weet ik veel wat allemaal doen. Ja, ik ben nu van camera's aan het switchen. Oh, hier, ik heb hem al. Ja? De robbery is hier gaande. Wij moeten ze tegenhouden ofzo. Ja, wij moeten volgens mij gewoon alles gaan hacken. Want we kunnen nu ook binnen in de bank gaan kijken. Ja, ik moet wachten. Oh, nu heb ik de locatie gekregen. Ik was juist aan het rijden. Ik ging ben jij al? Ja. Kan je mij niet oppikken ofzo? Waar sta je? Je zit er toch in? Ze zijn echt de bank aan het overvallen hier. Ja, ik moet er naartoe. Jij zit in de vrachtwagen bij mij. Ben jij aan het rijden? Ja, ik ben aan het trainen. Oké, dat is goed. Ze hebben sowieso gijzelaars. Er leeft nog 1 security man. Er leeft nog eentje achter de balie. En ze hebben ook al wat mensen afgeknald, en zo te zien. En hoeveel mensen zijn er? Ik zie er 2, maar er is net even volgens mij weggerend. Oh ja, take out the bank. Oké, wacht even. Ik ben heel veel uit de camera aan het gaan. Dan kom ik je helpen, man. Oh, staat hier iemand met een minigun of zo? Kunnen we eruit? Ja, je kan eruit. De politie staat hier. Oké, ga eruit. Ik kom je helpen, man. Pas op dat je niet doodgaat, hè? Ja. Pas op, het is een juggernaut. Oei, RPG op hem schieten. Ja, we moeten wel oppassen dat we geen hevelaars raken. Oh, dat is waar. Dan kunnen we beter geen RPG schieten, nee. Oh, hij staat daar gewoon. Hij staat er gewoon. Oh, ik heb hem al. Oh, ja, ik had recht. Heel politie knallen we ook af, hè? Dat is misschien wel handig. Oh, politie? Links ja, zit nog een politie. Ik dacht dat de politie helpen. Ja, hij zou op mij gaan schieten. Wij horen niet bij de politie, hè? Wij gaan nu het goud stelen. Wat staat er daar hier? Ja, die heb ik. Staat er nog één daar? Bij die balie, die heb ik ook. Het geld. Hij leeft nog. Hij leeft nog steeds, joh. Zo. Steal the gold. Deze vent die heeft sowieso iets bij zich. De keys, denk ik. Oh, nee, oh, ik heb het goud al. Oh. Kom. Rennen. Rennen, we moeten nu de politie hier kwijtraken. Oh, dit is wel vet, man. Waarschijnlijk als hij geraakt wordt, verlies ik. Ho! Schiet op die politie! Jezus, ik wist niet dat ze hier allemaal buiten stonden, joh, die gekken. Ja, neem je armen terug, wel. Ja. Auw! Wacht, in mijn rug. Ga jij rijden? Ik ben dood. Hoezo ga je nog dood? Ik ga wel rijden. Door iemand. Oh, echt? Want ik rij, hè? Ik kom alles gewoon naast me zitten. Of ik kan een turret zetten. Ja, maar dan heb je niks aan, want je kan alleen maar in de lucht schieten, hè? Oké, gassen. Ja, ik gas. Oh, ik rij recht tegen iemand in. Nee. Ik kan een kleister vallen. Dan moeten ze gewoon kwijtraken, joh. Het zijn maar 2 sterretjes, dat is easy. Oh. Als jij een beetje kijkt of ik goed of verkeerd rijd, dan komt het goed. Als ik hier gewoon naar rechts ga. Dit ding is redelijk snel, dus... Oh nee, dan kom ik weer politie tegen. Ik kan luister bellen. Ja, maar we zitten nu in een hele missie, hè. Dus dan gaat hij ons sowieso niet helpen. We verliezen ze wel gewoon. Oké, okay, oké. Okay. Het zijn 2 sterretjes, joh. Easy peasy. 2 sterretjes. Ik ga hier gewoon meteen gewoon off-road naar rechts toe. Kijk hier, doen we gewoon zo. Dat doet de politie toch niet. Oh, wat? Zo, zit in easy de camera. Dit. Kijk. Left to... Kijk, 2 wieltjes. Easy dit. Ik begin ze al kwijt te raken, man.
Ik zit achter de camera's. Oppassen, oh nice. Dat ze nu niet ineens voor ons staan, want als ik hier naar rechts ga... Hier is sowieso de politie niet namelijk. Oh, wat een route. Wat een route. Oh kut, ze komen achter ons. We moeten ze zo toch wel kwijtraken, hier komt sowieso geen politie in. Zo, hoppatee. Deze truck die kan wel alles aan, hè, zie je dat? Ja, ik zie het. Easy peasy dit, joh. Een Terminator truck. Ik ga gewoon hier stilstaan. Ja, we zijn ze sowieso kwijt nu. Easy, nice. Oké, dan kunnen we het goud afleveren. That's it. Ah, kregen we het geld dan? ja, dat is de vraag. Ik denk het wel, hoor. Want wij hebben toch het geld nu gestolen. Het is wel genijd wat wij hebben gedaan. Want zij waren bezig met een overval. We hebben de overval eens afgeknald en we hebben het goud meegenomen. Dus zij hebben eigenlijk al het werk voor ons gedaan. Ik dacht, ze helpen de politie. Nee, natuurlijk niet, joh. Als de politie helpen, dan zijn we echt een undercover FBI-agent-achtig iets. Maar wij zijn gewoon, Jan en Ryan. Ja. Dus we gaan niet de politie helpen. Kijk uit, vriend. Jongen. Hij is wel snel, though, deze truck. Nog een dikke rocket op. Ja, alleen die rocket is wel alleen voor helikopters en alles. Jammer dat er geen minigun of zo op zit. Ja. Maar ja, jij kan nu toch wel schieten. Niet doen hoor, want dan hebben we weer politie. Maar jij gewoon kan schieten. Ja, oké, precies. Dus dan kan je tenminste nog wel iets doen. Er zitten ook zonnepanelen op het dak, dus we zijn nog goed voor het milieu ook. Ja, klopt. Dat komt helemaal perfect uit dit. To the left, to the left. To the right, to the right. Ja, dit ding heeft echt zo'n grote... Oké, als die niet dood is, dan weet ik het ook niet meer. Het dood. Ja, ik zie het. Sorry meneer. Hij deed het zelf, hè? Ja, dat altijd is... grote vrachtwagens voorrang geven, gewoon. De verzekering komt wel testen. Ja, terwijl hij dood is. Nou, je moet in Amerika rijdt niet iedereen verzekerd rond, hè? Dus je weet het niet. Tussendoor zo, hop. Nice, zie je dat ging helemaal goed. Dat ding is ook helemaal een plannetje. Groot. Ja, joh. Maar die andere operator center die was veel groter nog hoor. Ja. Wat? Jonge. Wie zit er daar nou een hek neer dan? We zijn er wel, man. We are here. Nu hoop ik wel dat wij inderdaad het geld krijgen. Of het gaat in een van onze banken, hè. Dat kan ook. Hoppa. Nou, daar zijn we, hoor. Nou, wat kreeg ik? Oh, op thee. Mission pest. 32.000. Ik heb ook 32.000. Maar voor zo'n makkelijk missietje is het nog redelijk veel, hoor. Ja, dat gaat ook snel. Dat is wel nice. Zullen we gewoon nog eentje doen? Kijk wat die doet. Dan moet ik wel even... Ga jij dan weer rijden? Ja, ik wil die geld zien. Hop. Zo. Ik ga weer even naar binnen, ja? Oh, rij! Moet je niet gaan rijden? Rijden! Oh, ik dacht... Hij laat me achter! Hé, dit is wel een vette auto die gast heeft bij de moet je kijken. Ja, ik staan. Dat is gewoon een heel busje gepimpt, joh. Ik wou hem stelen, maar dan wordt hij boos, denk ik. Ik stil volgende keer zijn auto wel. Oké, ik ga naar binnen Ryan. Dan ga ik even kijken wat voor missie we nu kunnen doen. Yo. Deze was wel lachen, moet ik zeggen. Ja. Jij mag kiezen, Ryan. Ja, welke kan ik kiezen? Je kan kiezen uit Diamond Shopping. Oh. Uit Target Data. Ja. Of uit Data Sweep. Ah, gewoon Diamond, hoor. Diamond? Oké, dan moeten we de... diamanten gaan stelen van de Fengelico diamantenwinkel. Ja. En ze worden geleverd door een security team. Dus ze moeten sowieso dat security team waarschijnlijk gaan afknallen. Ze moeten wel even op letten. Ja, ik ga hem starten en dan zien we het wel. Ik ben benieuwd. Confirm. Hoppatee. Weet jij dan waar we naartoe moeten? Nee. Oh ja, voor even. Oh, jij moet er naartoe rijden. Ik kom wel even naast je zitten, ja? Yo. Hoop ik dat ik nu naast je kom, maar dat moet wel goed komen, denk ik. Ah, het wordt wel een lange rit. Ja? Ja, 5 mijl. Oh, daar zijn we zo, joh. Easy dit. Oké. Easy. Oké, stil de diamanten. Ik ben benieuwd. Wacht, waar zit die winkel? Ik ga heel eventjes gewoon kijken waar die zit. Midden in de stad. Een beetje bij ons huis in de hills, zeg maar. Ja. Yeah. Daar zit die. Okay. Dus we moeten hem sowieso gaan overvallen. Ja, ik zie het wel als we daar bijna zijn, man. Oké. We scheuren de bocht door. Woe. Mip, mip. Kijk uit voor de bomen, hè. Oh. Echt waar. Je hebt de hele tijd zo mooi gereden gewoon. En dan zijn we er bijna. En dan crasht hij gewoon vol. Dan vermoek ik het weer. Ja, precies. Maar het kan gebeuren. Oké, we zijn er in ieder geval. Van Glico. Oh my. Oké,
pas op man, want nou, hier moeten we zijn. Oh, dat is deze diamantenzak. Ja, die ken ik, die zit in een steegje. Kijk, ze staan er al, staan er al. Oké, niet gaan. Oh, we moeten achterin instappen. En we moeten eerst het alarm uitschakelen. Ja. Yeah. Via een drone, voordat we naar binnen gaan. Want anders komt er natuurlijk allemaal politie aan. Dus ik zal even naar binnen gaan. Ja, ik opzet. En dan ga ik... ja, dat is goed. Blijf jij maar kijken of niemand in komt stappen. Dan gaan we namelijk via een drone... gaan we eens even kijken hoe we dit gaan clearen. Ik zal eens even checken. Hoppatee. Daar zijn we. Ja, ik zie disable the alarm inside. Oftewel, ik moet dus naar binnen. Ik moet naar binnen vliegen, bro. Oh, moet ik ze nu inschakelen? Nee, wacht. Niet doen. Ja, je kan ze inschakelen, hè? Nee, die drone is toch zo klein. Ze zien me niet. Lukt dit? Ja, dat lukt. Oh, ik heb hem! Oh, take out the card. Ja, wacht op mij, want ik moet eerst uitstappen. Wacht op mij. Neem wel een silencer dan. Ja, dat is goed. Ik stap heel veel uit, hoor. Eén moment, alsjeblieft. Dan kom ik je helpen. Ja, ik heb al een exit. Teken. Ja, nee, daarom. Het alarm is er toch uitgeschakeld. Ik heb gewoon zo'n shock erop geschoten. Dus blijkbaar is die shock is dus niet om mensen te shocken. Maar die shock die is dus om alarm uit te schakelen. Een soort jammer of zo. Ja, precies. Ik ga schieten, ja? Welke neem je? De linkse of de rechts? Ik pak de linkse wel. Oké. Ready? Yes. Gaan we. Let's go, op naar binnen. Ze hebben ons door nu. Oh, ze hebben nog. Ik dacht heel sneaky doen. Ik heb er nog één. Nee, die silencers werken niet echt. Kijk uit, ze hebben ook helmpjes op en alles. Pas op, man. Nog één daarachter, Dood. Lekker. Zit er nog eentje hoor, volgens mij. Of niet? Oh, dat valt mee, joh. Oh, easy dit. Oh, jawel. Oh, nee, dit is... Sorry, dat is een gezelaar. Pak jij de diamanten? Oh, ik heb het. Ja, lekker. I deliver the diamonds. Ja, we moeten ze nu weer naar het drop-off punt brengen. Okay. Oh, oké, het alarm. Ik ga wel rijden. Ga jij er maar naast zitten, ja? Yo. Oké, let's go. Instappen. Instappen, get in the Daar gaan work. We. We hebben twee sterren achter ons aan en die kunnen we wel afschudden, dat is geen probleem. Of je gaat schieten, dan krijgen we meer sterren. Oh. Ja, het is 3 mijl, dus we kunnen ze misschien wel gewoon afschudden, die politie. Dat moet op zich wel lukken, namelijk. Als wij gewoon vol gas doorrijden, moet jij heel veel een beetje met me meekijken op de minimap. Yo. Dat er niet in één keer politie voor ons rijdt, ja? Ja. Dan moet ik namelijk snel een afslag nemen. Oh, die bergen, dat gaat zo langzaam met dit ding. Oh, links, hè? We moeten naar links. Kijk links. Voor ons. Yes, sir. Neem gewoon even een omweggetje. Als we die politie kwijt zijn, dan is het goed namelijk. We moeten 3 mijl rijden, dus dat valt nog wel mee. Nee, het is nog allemaal verder. Ja, daarom. Ik wil hier eigenlijk wel naar rechts, want dat is de snelste route namelijk. Kan wel, denk ik, hè? Ja, kan. Als nu politie tegenkomt, ben je echt lul. Ja, nee, dat klopt, want nu kan ik geen kant meer op. Hij rijdt ook niet heel snel, dit ding. We zouden het ook kunnen afleveren met een normale auto, maar... ik vind het wel leuk om hierin te rijden, eigenlijk. Ja. Best. Oh! Niks aan de hand. Dat was een iets scherpe bocht. Ja, we zijn de politie kwijt. Oké, nice. Dan kunnen we nu gewoon rustig... Waar moeten we naartoe? Naartoe rijden. Helemaal... naar die weg. Ik weet niet waar het is. waar zit het precies dan? Een beetje aan de linkerkant van de map. Oh ja. We kunnen ook. Misschien kan je wel gewoon je mechanic bellen. En dan rijden we gewoon een normale auto naartoe. Ja. Is dat niet een idee? Dan laten we gewoon de dingen hier staan en parkeren. We zijn nu toch de politie kwijt. Ik bel wel iets. Ja, ik ga hem hier even parkeren zo. Dan kunnen we zo meteen gewoon hier weer oppikken. Dus dat is wat chill, denk ik. Zo, ik heb wel iets. Oh, even mijn wapen weg. Dit is een surprise, hè? Ja, ik ben benieuwd. Jij hebt Mag ik voor je rijden dan? Ja, ik heb een gepast voertuig gebeld. Tataar. Wat is dit? Dit is nog niet een Rocket Voltic, hè? Nee. Nee, weet je het zeker? Nee. Jawel! Moet ik zag het al vanaf de voorkant. Ja, maar dit gaat wel snel, eerlijk is eerlijk. Dit gaat wel snel, daar heb je wel een punt. Nou ja, dan gaan we maar gewoon vliegen. Oei, oei. Hoppatee, zo easy dit joh. Heerlijk, zo komen we er wel makkelijk, ja. Ja. Even een mooie landing pakken. Oh! Oké, nevermind. Het was een mooie landing. Totdat er een stom randje zat. Boost! Ja, ik kan nog niet, nog niet. Hop! Gas. Woe! Oh, easy. Moet je wel niet in het water landen.
Nee, komt goed. Even een mooi trucje doen zo. Hoppa, zo. Wel een beetje uitsloven, hè? Nee. Oh my god, ja, niks in de hand, joh. Oh. Alles onder controle rijden, het is toch niet mijn auto, het is die van jou. Oh, ja. Wacht even, ik zeg even. Ja, nee, daarom. We hebben wel 1 mijl afgesneden. Ik weet niet of dit heel veel sneller gaat, want ik kan hem niet omdraaien. Wacht, ik boost hem gewoon. Nee! Over het water heen, jongen! Holy knetter, hè! Oh nee, water. Ja, maar hier kan je gewoon doorheen rijden, dat is niet erg. Oh, ik vloog over het water heen, daar had ik wel geluk bij ook. Oh, niet op de kop. Oh, daar viel hij bijna uit volgens mij, hoor. Bumper eraf, ja. Dat ging bijna fout daar. Zo. Hoppa. Een voorbumper heb je niet nodig. Oh! Oh, wat? Die stond. Draai, pak hem. Zijn we er al bijna? Hier, nog maar 0,15 mijl. Hier, we zijn er. Dat ik mijn nek nog niet gebroken heb. Nee. Je hebt een goede, sterke nek, jij. Ja. We zijn er. Tadaa. Oh, die vrouw staat al op die auto, joh. 32.000, let's go. Ja, dat is dikke roze roosje, joh. Oh, probeer hem eens te pakken. Misschien kan je meenemen. Oh nee, Rijn! Maat! Oh, nee, en hij zit op slot! Oh my god, stap in. Stap in. We zijn nu weg. Doei. Oh, die was hard. Ja, die was echt te hard eigenlijk ook gewoon. Oh. Niks aan de hand, joh, als we daar maar weg zijn. Ja, dan vlieg ik even terug naar onze vrachtwagen. Ja. Want dan kunnen we nog eentje doen, denk ik. Dat lukt wel. Nee. Daar zijn we zo goed in. Oh, ik kan nog geen turbo doen. Oeps. Oh. Echt, dit ding is zo niet goed off-road, hè. Ik weet dat ik ergens deze kant op moet, maar ik zou echt niet weten waar het ding ongeveer staat. Jouw vrachtwagen. Ja. Ik kan wel een waypoint zetten. Ja, dat mag. Dat ik weet dat ik de goede kant op ga. Oh, daar. Oh, dan ga ik niet helemaal boost! De kant op. Ja, ik kan nog niet. Dat is zo lang. Zo. Hoppatee, easy dit. Ik ga goed, toch? Ja. Oké. Had je maar zo'n auto intact. Ja, dat was makkelijk geweest, joh. Maar ja, ik denk echt dat ik bang zou zijn. Ja, ik ook, want als je zo meteen in de vliegtuig en dan zie je een auto langs je hoofd vliegen of zo. Ja, recht dan, met die auto die een vliegtuig aan het doen. Ja, precies. Nee, dat gaat het niet worden. In de toekomst, hè. Nou, ik hoop het niet eigenlijk. Moet weer naar links, hè. Ja, I know, maar ik kan niet sturen, hè. jongen. Wie zet er daar nou een boom neer? Maar we zijn er al bijna. Ja, nog 0,30. Daarom. Even zo doen, kijk. Hoppa, even sturen. Hoppa, 360. En dan zijn we. Oh, kut, nu gaan we er overheen, hè. Oh. Hallo, auto. Ja. Oh, no. Jij bent zo hard dood, ook. Ah. Ja. Holy knetter, joh. Ja, nee, daarom. We waren wel close bij de grond, dus het was inderdaad wel te proberen. Expandatie. Ja, ik zal je zo meteen wel even oppikken. Zo. Past in de tuin. Hoppatee. Ik ben er weer, hoor. Kijk, we hadden mooi geparkeerd, weet je. Dat is ideaal, dit. Ja. Zo. Kom achter naar je toe. Dat is goed, hoor. Ik zal de volgende missie starten, ja? Start je maar, ding dan ben ik. We hebben sowieso nu de eerste gedaan. We hebben er eentje in het midden gedaan. Als we nu een beetje de onderste doen, dan hebben we denk ik van alles wel iets gehad gewoon. Ja. Oké, dan ga ik weer de touchscreen gebruiken. Handje erop. Ik denk dat het wel handig is als ik die Rocket Voltic even blijf gebruiken. Ik denk dat het wel slim is namelijk. Ja. Oké, collector's pieces. Wat we dan moeten doen, is we moeten hoog... hoe noem je dat? Wat is het goede woord ervoor? Voor wat? We moeten antiek van hoge waarden... Ja. ...moeten wij gaan stelen uit beveiligde busjes. Hey. Ja? Ja. Dus ik ga hem gewoon starten. En goed, dan... Dat ja, dat hoop ik ook, ja. Antiek, dat is mijn specialiteit. Ja, weet ik het zeker? Ja. Oké, goed zo. Wacht, dan ga ik er gewoon uit... Ik denk dat namelijk het handigste is. Als jij dan in die truck gaat rijden... Ja. Dan pak ik gewoon de Rocket Voltic en dan rijd ik een beetje achter je aan, ja? Yo. Dat is denk ik het handigste namelijk. Alright. Ik zit in de Rocket Voltic. Kan je ook niet met je radar doen? Ik zal heel veel kijken. Oh, ik kan hem ook pingen. Dus je mag ook bij mij gaan zitten als je okay, dat wil. Oké, ik ga weer zitten. Dan gaan we staan. Laten we gewoon die bus hier staan, want ik zal even oppikken. We hebben er 9,5 minuut voor. Wat we moeten doen is... Oh, sorry. Oh. Wat we moeten doen is, we moeten dus de security fence gaan overvallen. En op het moment dat wij onze radar gebruiken, zien we ze op de minimap voor heel eventjes staan. Dus we zien ze nu. Oké, jij kan denk ik even best een waypoint zetten bij de dichtstbijzijnde. Ja, ik zou eerst naar de pier gaan.
Dus, oh yo, dat is één dikke trick. Maar de auto die... Dat was een trick, zag je het niet? Oh, hey, die Mercedes heeft het verpest. Maar die Hummer, echt alles kwijt van mijn auto. Nee, de motor zit er nog op. Ja, anders zou je niet meer rijden. Want zo rijd ik goed, toch? Ja, gewoon naar de pier, joh. Okay. Ja. Staat hij echt op de pier? Even kijken weer. Ze zijn natuurlijk ook wel in beweging, hè? Daar moeten we ook wel op letten. Kijk, hè. Oh. Even pingen, hoppa. Ja, hij staat nog steeds op de pier. Oké. Dat is helemaal goed. En dit de andere is zo snel, jongen. Is bij, zeg maar, bij die sleuzen daar, die... Ja? En de andere is bij het vliegveld. Oh, oké, dus dan werkt het gewoon van rechts naar links af. Ja. Ja, oké, dat is goed. Top. We hebben 8 minuten ervoor, dus het moet wel lukken. Maar we moeten wel snel zijn. Misschien kun jij alvast wel naar een andere toe. Is dat niet slimmer? Ja, dan neem ik die aan het vliegveld. Dan kan jij die nog aan het midden. Hier, wil je deze auto hebben? Ja. Hier, ik zal hem even stoppen. Ga je gang. Oh, ik dacht meer in je auto. Ja, ik vind het ook leuk. Ja, neem je mee in de auto. Ik vertrouw dit toe aan je. En ik zie je later. Ja, is goed. Moet je wel goed pingen, hè? Ja, ik ping. Alright. En dan meeten we gewoon bij die laatste met z'n tweeën. En dan hebben we ze alle drie namelijk. Want we hebben maar 7 minuten ervoor. Dat is echt weinig, hoor. Ja. Hop, ik moet niet mijn waypoint volgen, want die staat op jou ingesteld. Nee, je staat gewoon ergens op de pier. Als ja, ik kunt, ga nu de pier op. Het wel zien. Ik ping hem nu. Ja, ik heb hem. Sticky erop gooien, hè? Ja, één sticky. Oh, lantaarnpaal. Er leeft hier nog één iemand bij mij. Zo, nu leeft hij nog steeds. Maar nu niet meer. Zo, ik heb sowieso één pakketje, man. Oh, ik ben bij één auto ook. Oké, nice. Ik heb deze. Dan ga ik hem meteen weer even pingen. Kijk, heel veel mijn mappie. Dan rijd ik nu naar het vliegveld. Ja, pak jij die bij jou? Ja. Dan pak ik die bij het vliegveld meteen. Wat pingen. Dan komen we elkaar daar weer tegen. Oh my god. Ik reed op de snelweg. Dikke trick hier, let's go. De freeway. Ja, die ene rijdt op de snelweg, ja, bij jou. Ik pak die snelweg, man. Ja, dan pak ik die bij het vliegveld in de buurt. Ah, ik zie hem rijden. Zo lekker die regen, hè. Heerlijk, man. Ja, joh. Die rocket volg is zelfs zonder die raket is die ook al gereed. Ik heb politie achter me aan. Ik heb de main, hoor. Ik heb ook wel logisch dat ik politie achter me aan heb. Ja, nice. Wacht, waar is die andere? Oh, helemaal daar. Ik ga even pingen. Oh ja, ik rij sowieso recht op hem af. Ben jij dichterbij hem? Hoeveel mijl moet jij nog ongeveer? Wacht hoor, ik kan hem nu niet zien, maar ik ben dichterbij sowieso. Oké. Ik ben nu bij die dan rijd ik gewoon naar jou toe. Als jij dan weer bij mij instapt, zo. Dan zitten we weer bij elkaar in dezelfde auto als we deze hebben. Ik rijd nu bij Benny, de pimpzaak. En kreeg je in die slot. Oh. Dat is niet zo handig, hè? Nee. Ik ping hem weer. Oh, ik rijd recht voor. Ik rijd recht naast hem, zeg maar. Ik rijd op dezelfde weg, man. Ja, ik zit al bij hem. Hij rijdt namelijk recht op mij af, deze gast. Oh, ik ben er ook. Ja, ik zie hem, ik zie hem. Ik kan hem wel pakken, man, hij staat hier namelijk. Ik pak je hem, want ik kom niet uit je slot. Ik heb hem. Steal de antiek. Yes, sir. Ik heb hem, dan hebben ze alle drie. Oké. Moeten nu de politie kwijtraken, ik zal even oppikken. Ik ben laatste eigenlijk. Oh, er rijdt een trein. Oh, die bus is ontploft. Wat? Die truck is ontploft, ouwe. Oh, echt? Ja. Hij reed tegen een trein aan, die lul. Wauw. Want ik ben bij je, man. Ik ben bij je, hé. Rij. Yo. Want ik kom je oppikken. Even kijken waar je precies... Oh, ik heb heel veel politie hier naast me. Wacht. Ik moet eerst even die politie kwijtraken. Wacht even. Sta hier op de weg. Ja, ik rijd even achterom als je het niet erg vindt. Dan ben ik politie kwijt namelijk. Die rijden hier. Maar ik kom hier wel over. Hoppatee. Dit is een San Andreas cirkel is dit, man. Ja. Die weet het nog. Ja, dat was allemaal lachen. Dan span je altijd hierin. Ging je die brug over of ging je snel? Dikke auto's dan hier ook altijd. Ja, van die lowride dingen. Ja. Oh. Yo. Oh. Ik heb nog steeds politie achter me aan. Maar als het goed is zijn ze me wel... Ze waren jou niet kwijt. Jawel, ik had ze weggebeld. Oh, wacht. Er rijdt daar rechts. Hier links. Ja, ik ga hier links. Oh, nog. Ja, I know, maar die rijdt als het goed is aan de andere kant. Dus die is... Boost!
Zo. Ik zou boosten. Wacht, rijdt er hier nog een? Nee, wacht. Kijk, let op die ander. Gaat die daarin? Ja, hè? Oké. Dan rijden we er zo langs. Hij moet op de tijd letten, man. Ik kan wel boosten, maar als ik boost en er staat opeens een agent daar, gaat natuurlijk ook niet goed. Nee, daar kan je niet stoppen. Nee, daarom. Dus ik boost hem even niet. We moeten ze gewoon eerst kwijt zien te raken. Ja, oké, we zijn ze kwijt. Easy. Nu is ook boosten. Nice. Ja, nu kunnen we sowieso boosten. Daar gaan we. Mip, mip. Oh. Dat gaat goed zitten. I got this, my friend. Ja, dit redden we makkelijk. We hoeven minder dan een mijl te rijden. Dus dit halen we, man. Lekker gedaan, hoor. Dat was wel goede teamwork zo met z'n tweeën. Het is wel lach hoe die radar dan werkt. Dat je dat zo kan opzoeken. Dat is ja, je kan nooit niet heel tijd zien. Nee, klopt. Je komt maar onder zoveel seconden kon je pingen. Ah, is wel leuk dit. Ja. Hier naar rechts. Oh. Hoppatee. Oh. 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 Oh, ja, ik rij even zo, dat is veel leuker, joh. Oh, benzineverspilling. Nou ja, ik denk niet dat ik hier benzine hier gebruik. Is, ja, nee, het is elektrisch. Ja. Nou ja, elektrisch met zo'n dikke motor op de achterkant. Nee, zo, ik ben niet heel erg elektrisch, zo. Hoppa. Zo, voilà. Links. Hier zijn we. Hoppa, oh. Sorry, ik kwam niet, ja, ik kwam er niet doorheen. Wauw. Zo. Alles onder controle, joh. Dit is tijdverspilling, dit. Nou, daar ben ik alsnog, hoor, meneer. Kijk eens, daar staat hij op ons te wachten. Wow. Hallo. Hallo. Zo. Ja. Awesome. Jij moet die andere afleveren. Oh, 13.500 maar. Ja, hier, jongen. Ik moet hier geld er ook nog bij, hoppa, $16. Ja, nee, precies, heb je nog $16 bij. Yes. In ieder geval, jongens, ja, je kan dus via die vrachtwagen kan je heel verschillende missies starten. Wij hebben nu de eerste paar missietjes gedaan. Als je in een publieke sessie zit, we zitten nu namelijk in een privé sessie, dan kan je alle andere missies ook starten. Dus ja, die kunnen we sowieso nog aan jullie laten zien, natuurlijk een aantal ervan, want er zijn er te veel om allemaal te doen. Maar het zijn wel leuke kleine missietjes waar je wat extra geld mee kan verdienen. Het is niet heel veel. Maar ik vind het wel lachen om te doen. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Er zullen nog meer video's aankomen. Dan zou je sowieso natuurlijk mijn kanaal in de gaten. Vergeet ook niet te abonneren voor meer. Check ook Rijs' kanaal uit. En dan zeggen wij bedankt voor het kijken. Bedankt voor de support. En hoop ik ook weer. Au. Tot de volgende keer. Bye bye.